Een ontgoocheling is een verhaal over de keizer. Een sigarenfabrikant die er helemaal niks van bakt. Alleen zijn vrienden en wat familie willen zijn sigaren kopen. En eigenlijk mislukt alles in zijn leven. Zo ook zijn zoontje Kareltje. Die wil advocaat worden. Eigenlijk duwt zijn vader dat een beetje op hem. Maar uiteindelijk bakt hij er helemaal niks van, want hij moet Latijn kunnen spreken en dat lukt maar niet op het gymnasium. Hij blijft niet één, niet twee, maar drie keer zitten en doet telkens de eerste klas opnieuw. Er gebeurt iets grappigs in een ontgoocheling. Er zit namelijk de allereerste oogrol van de Nederlandstalige literatuur in. De oogrol is een bekend fenomeen. Nu in 2017, ik kan hem, hoop ik, een beetje. Het gaat ongeveer zo. En die speelt zich dus daadwerkelijk af in een ontgoocheling wat geschreven is in 1914. Zo ontzettend lang geleden en daar was het dus al aan de hand. En ik zal het stukje voorlezen waar het in voorkomt. Wat wil jij later worden, ventje? Vroeg een vriend van zijn vader, hem bij de oren trekkend. Kareltje antwoordde dan niet dadelijk en keek naar de grond, waar kwispen doorstonden en eindjes sigaar onder de tafel lagen. Kom jongen, zeg eens aan mijn heer wat je wil worden, zei vader op zijn beurt, harten bij harten en klaveren bij klaveren stekend. Advocaat, klonk het eindelijk. Lemmers, een vettige man die onder het drinken altijd op zijn das morste, legde zijn kaarten neer, schoof zijn stoel tot vlak voor Kareltje en neeg naar voren, tot zijn neus het voorhoofd van de jongen raakte. Zijn adem stonk naar bier en tabak en de kwel droop langs zijn kin aan de kant waar de pijp in zijn mond zat. Hij wrong Kareltjes hoofd recht, tot hem deze in de ogen keek en vroeg hem streng of hij armen en zwakken zou verdedigen tegen de kruiperijen der grote bazen. De schedel van het kind zat in zijn handen vastgeklemd als in een bankschroef. Maar toch lukte het de jongen zijn mans suffe blik te ontwijken en door zijn ogen te laten rollen. Als je ervan houdt om te zien hoe een man en zijn familie met zoveel goede bedoelingen keer op keer in de fout stapt en van mislukking tot nog grotere mislukking valt, dan is een ontgoocheling het boek voor jou.